Hoi, ik ben Johanna Nijteuver en dit is mijn vlog. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik zit nu samen met mijn opa in de auto en wij zijn onderweg naar VDL Stut. En dat is dus een hengstenshow waar ook allemaal veulens komen en fokmerries en zo. En allemaal hengsten die hebben gedekt. En ook allemaal springruiters en dressuurruiters die dus een kleine show gaan laten zien. Ik heb er heel erg veel zin in. Vorig jaar heb ik dit ook gevlogd. Ik vond het ook super leuk. Dus daarom dachten mijn opa en ik, we gaan dit jaar weer naartoe, want we vonden dat heel erg leuk. Suzanne was vorig jaar ook mee, maar die is helaas nu ziek, dus die is nu niet mee. Maar dan ga ik gewoon lekker gezellig samen met mijn opa. We hebben er alle twee heel erg veel zin in. En misschien denken jullie wel, waarom ga je heel vaak met je opa's naar zeg maar shows of evenementen? Nou, mijn opa heeft vroeger dus gemend met paarden. En die was ook zeg maar, die was ook heel veel in de weer met paarden. En dat vond hij altijd heel erg leuk, hè, opa? Ja, dat heb ik altijd graag gedaan. Ja, en daarom heeft mijn moeder dus ook paarden gehad. En daarom ben ik ook in aanraking gekomen met paarden. Dus we zijn nu onderweg en we hebben er alle twee heel erg veel zin in. Nou, we zijn dus net aangekomen. En hier zijn dus allemaal paarden. Dit zijn allemaal merries. Ze zijn allemaal lekker hooi aan het eten. Dus we gaan eerst een beetje rondkijken. En daarna gaan we naar de shows. Want dan geef ik jullie eerst zeg maar een kleine rondleiding. Wat er dus allemaal te doen is. En daarna gaan we ook nog naar de shows kijken. Dat ga ik natuurlijk ook filmen. Dus ik ga voor jullie gewoon even leuke beelden maken van hoe het hier allemaal uitziet. Nou, we zijn dus nu bij een paar stallen. En kijk eens hoe schattig. Dan ligt een veuletje lekker te slapen. Oh, heel schattig. Kijk, dit is een beetje een ondeugend veuletje. Kijk, die komt gelijk helemaal kijken. Hi. Deze hebben altijd zo van die schattige neusjes en zo. Kom eens. Kom eens. Mag ik jou aaien? Kom eens. Oh, hij is een beetje bang. Kom eens. Mag ik jou aanraken? Hey. Wat ben jij aan het doen? Ja. Oh, deze is echt schattig. Ja, mag ik jou aanraken? Oh. Nou, kijk. Hier zijn dus veel meer stallen. En vorig jaar stonden hier allemaal veulentjes. Dat is mij nu ook. Oh nee, die is denk ik dan een drachtig paard. Kijk, hier is wel een veulentje. Dit zijn dus allemaal... hier zijn allemaal merries met de veulen of die nog drachtig zijn. Heel lang gangpad. Hier zo. Oh. En daar helemaal achteraan zijn alle vrachtwagentjes en trailers en zo. Hier zo ook een veulentje. En kijk, hier staat een supermooi wagentje. Nou kijk, dit is dus echt een mega grote vrachtwagen. Nou, we zijn dus nu in een hele andere stal. Hier is het heel rustig. En dit zijn dus alle paarden van de VDL-stut. Of gewoon VDL. VDL betekent trouwens Van de Lage. Zo heet die familie. En dit zijn dus echt de stallen met alle bekenden en zo. En in de andere stallen zijn zeg maar gewoon fokpaarden en zo. En paarden die moeten lopen om hier dus zeg maar te rijden. Maar dit is dus echt gewoon een hele mooie stal. Deze zou ik zelf ook wel heel graag willen. Echt heel mooi. Nou, het is hier dus in ieder geval echt super groot, maar ook echt heel erg mooi. Want die zijn gewoon allemaal mooie stallen en zo en ook hele mooie paarden. Nou, we zijn dus nu weer in andere stallen. Het is hier zo groot met zoveel stallen. En kijk, dit veuletje, die is zo schattig. Deze vind ik ook echt heel mooi. Hij ligt hier zo lekker te slapen. En deze is dus nu ongeveer 3 weken oud. En ik vind deze zo schattig. Hij heeft ook zo'n leuk blesje en hij heeft echt een mooie kleur, vind ik. Kijk, dit is zo'n schattig veulentje. Deze kwam net helemaal naar me toe, toen mocht ik hem ook aaien. Mag ik hier nog een keer aaien? Kom eens.
Oh, kijk. Oh, wat is dat nou, hé? Wat is dat ding nou? Yeah. Oh, deze vind ik echt heel schattig. Ja, twee vijfjarige hengsten in de baan onder James Pinter hebben Impressive, zoon van Douglas, volgens het Holstein stamcontender Corofino. Laatste met de keurmerking Isolde, Lothar Nimmerer, die als 3 jaar al kampioen was in Groningen. Grote hengsten Bos, Westerwijk. Daarachter Zilverzee, stel die nog kennen onder Kortenwinkel Rupi. Dan Calypso Slaan. Inmiddels is het daar Karel bij Strof 4-5, Stamboer goedgekeurd, onderweer het KBPN. Springt op 1,50 niveau, Nicolas. Hij is wel een paar keer in die rijken gereden, hoog geplaatst. En dan Village. Marcel Boer zit in het zadel van de imponerende hengst Grandstand. Zomer Canetto. Eerst Dan Village met Jurvini. Dan Village van Bacardi. De zoon van Cardento, Heartbreaker, Mr. Blue en vervolgens Limmerdor. Gefokt in België bij FKNS uit Sint-Lenaerts en goedgekeurd bij het KBPN en eveneens in Italië. En dit is een broertje van Dallas VDL die we zojuist in de baan aan de hand zagen en die inmiddels onder je vriendin al op het hoogste niveau presteert. Grandstand die bewees zich in de KBPN richting onderzoek en maar liefst 90 punten, de hoogste score aller tijden, met onder meer 9,5 voor reflexen en techniek. Maar ook in de sport heeft hij toch al even goede resultaten laten zien. Zo was hij onder meer vorig jaar zesde op de KBPN kampioenschappen voor 6 jaar springpaarden in Ermelo. Dan Glenn Village, dat is een zoon van Bacardi VDL, de enige KBPN gekeurde zoon van Bacardi, die onder Janica Sprunger op het hoogste niveau springt en tot de wereldtop behoort. Dan Bluff van Corrado, Nimmerdor en Jalisco B. En uit een hele mooie groeilijn, gevolgd door de VDL's dus zelf, maar uiteindelijk de Franse origine, deze lijn van Glenn Village. In de sport nog wat minder bewezen, heeft wat problemen gehad als jongpaard, onder meer een coliekoperatie ondergaan. Maar nu dus onder de zadel van de juffrieling op naar het hoogste niveau. Glenn Village en onder Marcel de Boer, Grand Slam. Prestaties rustig gaan volgen van deze twee heel met zijn lichtvoetigheid. Je ziet hier de galopaden, extra veel met zijn reflexen en zijn springtechniek. Daarbij komt deze interessante jongens een onbeperkt verhaal. Quintaro, zon van opspringbaar, Quintaro de SR uit de onderlijn van Cartago. We zien weer een jaartje ouder, weer een jaartje meer bespiering, dames en heren. Prachtige voorhand van de NSC. Bloedmooi om te zien, 6 jaar oud nu, een maand van 1,60 meter. Een hele mooie momenten daar op de diagonaal en voor de Surex is best spannend. Dus die NSC door te rijden zijn al hens die het bloed combineert van die top. Forever's, ten eerste De Niro, dan Jazz, dan Bluff,
wil de Nederlands testvoerder al jarenlang de ranking aanvoeren en Suwengsten presteerde daarnaast allebei zeer succesvol Grand Prix van. We gaan even genieten, zetten we even muziek achter van deze Hennessy met Remy Bastich. Zeer goede moeder en moeder het silhouet in preferent. De goede test, vrienden 8 voor Galapade. Daarnaast de silhouet de bolletjes van de goedgekeurde Pieter Gertrex Red Time. En dan zie je het verlichtingonderzoek begon met 82 punten. En als kampioen van de lichting in de stats. Nu Galapade. Als op deze SUX, dames en heren, schiet over het hartstikke Galapade. De verruiming. Dat is een mooie sluiting. Super opgelegd. Toch wel Hennessy Marie Haan, het kampioen van Experience in Arif en in Toppet. De dochter Mara, DKO kampioen. Matisse was de beste dressuur Heurde in Amerika. De Mark Lens VZ heeft gezet voor Hennessy en Remy Bastich. Kijk, rijkbaarheid voor de dressuur van Klein. Hij kan het ook tegen. Hij kan het aan. Hennessy, mensen, die handen op elkaar. Bedankt door Jurgen, dames en heren.
snelbak. Rob dat je ook blijft zitten. Wie is de natuur? Daar presenteert de Chirano Roesel. Op het allerhoogste niveau gesprongen. Goud op het Europese kampioenschap met het team. En vijfde individueel. Maar vooral ook in de fokkerij tegenwoordig. Talloze nakomelingen springen op internationaal niveau. De ene na de ander maakt zijn debuut op 1,60 niveau. En naast al die 1,60 en 1,50 paarden zijn er ook al tientallen die op het andere internationaal niveau al beginnen door te breken. Al meer dan 60 paarden die op internationaal niveau acteren van Zirocco Bloem. En ook daarnaast heeft hij meer dan 30 goedgekeurde zonen bij verschillende stapboeken. En een van die zonen zien we hier in de baan met Lennart de Boer. Dat is Heineken VK-VDL. De zoon dus van Zirocco Bloem uit de merrie Regina Adelheid. Die ook al het Grand Prix paard en de verkeurde hengst Regino gaf. Ook een paard dat veel potentie vertoont en ook een mooi resultaat heeft geboekt in de sport. Vader en zoon dus Zirocco Bloem en Heineken. Je span in de kamer door, ik weet het. Ik neem aan dat de bedoeling is dat Jurgen verstaanbaar wordt. In ieder geval, ik zou straks een paar heindertjes langskomen daar en denk ik, die komen ze bij ons niet langs daar. Ja, ik neem het een keer de baan. Een keer de baan en aan de headset van Jurgen wordt gewerkt. Kom goed. Iedereen die weet natuurlijk hoe graag ik met het Matoran willen gaan. Maar om te beginnen met de Chirano wil ik jullie bedanken allemaal van vorig jaar. Het heeft toch wel heel veel indruk op mij gemaakt. Op dat moment dat jullie allemaal bij die vlaggetjes stonden. Dan ben je natuurlijk een beetje emotioneel, kon ik weinig uitbrengen. Die tijd is nu gelukkig weer beter. En nogmaals hartstikke bedankt voor dat moment. Het heeft mij ontzettend goed gedaan. En ze vroegen mij, ook bij ADS, dat ze zich ook nog een keer wou rijden. Daar hoefde ik ook geen moment over te twijfelen. Ik wou hem heel graag nog een keer aan jullie stonden tot zaal. De ongeluk was er net uiteraard niet. Maar gelukkig loopt het goed af. En hij is nog altijd super, super fris. Ondertussen zien we de nakomeling Heineken, die zijn eerste sprongetjes kan maken. En dat is denk ik een paard wat ook hetzelfde als deze Chirano zelf extreem voorzichtig is, in een hele mooie manier springt, op en achter heel mooi, basculeert goed. Ik denk een van de sterkste punten waar Chirano altijd was, dus ze zijn extreem voorzichtig uit. Ze zijn veel om altijd door te gaan. Dat zien we nu ook aan hem. Hij blijft altijd kregen, ook al is hij niet meer in training, maar hij blijft maar doorgaan. Ik sprak met Marcel de Boer, die eigenlijk in het trek heeft. En die vertelde mij, voor de voorzichtigheid zal ik hem 10 geven. Ik zei 10, ik zei dat is wel heel extreem. Hij zei, ja, maar het paard is zo extreem voorzichtig, die heeft gewoon tijd nodig. En het lijkt gewoon een fenomeen in opvolging. Lennart die heeft ook al een goede competitie met hem gereden. Die neemt ook een wel mooie tijd met de paard. En we kunnen al een rondje van hem genieten. Heel mooi de afdruk. Een kerst van de mond. Heel betend oorspel. Heel mooi voorbeen. En hij wordt, net zoals hij wel. Ja, geweldig dat hij hier bespreken met die heeft. Extreem voorzichtig. En de twee heiken dan alleen natuurlijk een kwestie van ouder worden en water opdoen. Hopelijk een heleboel positieve ervaring. Waar ik later kan gebruiken om in alle hoogste span beter te gaan.
for the English, I want to thank you from last year, from Sierra Blue. It really did me something when I was riding here for the last time. Now again, and we see you as this young Sirocco Heineken that is stepping a little bit in the same way. Al de hele tijd bij de shows gekeken. Ik vond het echt super leuk. Helaas kon ik niet zeg maar praten tijdens dat ik aan het filmen was zeg maar. Want het was zo druk en het geluid stond ook heel hard. Dus daarom vertel ik nu nog even wat ze aan het doen waren. Eerst gingen er bijvoorbeeld een paar hengsten en nog een paar merries met veulens gingen zeg maar een rondje lopen. En af en toe kwamen de twee springruiters die zeg maar op een hoogte begonnen en steeds een stukje hoger. Dat was heel erg leuk. Er kwamen ook tussendoor een paar dressuurruiters. Dat was ook heel erg leuk om naar te kijken. Nu gaan mijn opa en ik nog even een paar keer door de stallen lopen. En bij de shows is het wel heel erg druk. Maar ik vond het wel in ieder geval heel erg leuk dat we hier weer zijn geweest. Nou, we zijn nu weer onderweg naar huis. Ik heb echt een super leuke middag gehad. Mijn opa en ik vonden het echt heel erg leuk om weer te kijken. Vorig jaar zijn we natuurlijk ook geweest. En waarschijnlijk gaan we volgend jaar weer heen. Want het is gewoon heel erg leuk, vind ik. Mijn opa vindt het ook leuk om zeg maar die paarden ook nog weer te zien. Er waren hele knappe hengsten. En het was ook heel erg leuk dat Jur Vrieling er weer was. Want die was er vorig jaar ook. En het was gewoon heel erg leuk. Er waren ook nog hele goede dressuurpaarden. Er waren er niet veel, maar de dressuurpaarden die er waren, waren in ieder geval wel heel erg goed. Ik vond het springen ook leuk om naar te kijken. En natuurlijk ook de hengsten, de merries en de veulers natuurlijk. Die waren er ook allemaal. Het was gewoon een geslaagde middag. En ik ben heel erg blij dat ik weer ben heen geweest. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Vergeet ik geen blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.